sustainable werkplaats erg interessant. Het geeft je toch weer even een frisse blik op je eigen bedrijf ook vooral. En geeft je ook nieuwe ideeën. De Rabo Werkplaats is een event waar ondernemers samenkomen om kennis op te doen en om geïnspireerd te raken. En dat doen ze door workshops te volgen over hoe vernieuw ik mijn onderneming. Maar ook door andere ondernemers te ontmoeten en met hen in gesprek te gaan over wat hun bindt en boeit. We merkten als lokale bank dat er heel veel ondernemers met dezelfde behoeften spelen. Namelijk, ik wil innoveren, ik wil vernieuwen, dat hoor ik om me heen. Maar hoe doe ik dat nou? En die brengen we allemaal samen met dit mooie programma. Om te zorgen dat de eerste stappen gezet kunnen worden, ook voor hun onderneming. Het programma ziet er als volgt uit. Eerst hebben we een paar aansprekende sprekers, echt experts op het gebied van innovatie. Die nemen de ondernemers mee, die warmen ze echt op en daarna gaan ze zelf aan de slag. En dat is eigenlijk het mooiste onderdeel van het geheel, want innoveren, daar moet je tijd voor maken, dat moet je ook gewoon doen. Er zijn heel veel trends en ontwikkelingen. En het lastige is dat ondernemers niet zo goed weten waar ze op in moeten spelen. Dus pak er één uit en ga eens kijken wat kan ik daarmee in mijn bedrijf. Dat is eigenlijk het belangrijkste. De wereld verandert steeds sneller en sneller. Wat vandaag of morgen onmogelijk lijkt, dat kan opeens. Je ziet dat klantbehoeften veranderen, ook voor de ondernemer. Dus ja, als je daar niet tijdig op inspeelt, dan krijg je te verduren. Ik hoop dat de klanten zo meteen naar huis gaan en denken van oké, ik heb de eerste paar stappen in mijn hoofd die ik kan zetten om te gaan innoveren en te gaan verbeteren, zodat hun bedrijf kan groeien. Wat mij opviel was dat er gewoon een hoop gedreven ondernemers aanwezig waren en dat je gewoon samen door te filosoferen over wat zij tegenkomen en wat jij tegenkomt, dat je dan toch een stapje verder kan komen en dat je weer met een frisse blik naar huis gaat. Ik vond het een hele goede sessie, met name omdat je gewoon even uit je werk wordt gehaald en gedwongen wordt om na te denken over innovatie. Wat ik heb meegenomen is dat je eigenlijk niet zo ingewikkeld moet doen over innoveren. Je moet gewoon doen. Gewoon doen.